beziet. Hoe is het met zo'n soort van geschiedenisleraar op het toneel te staan? Nou ja, dat is hij wel natuurlijk. En hij leert me heel vaak de les en zo. Ik leer ontzettend veel van hem. Maar ik was vandaag gewoon weer. Ik zat aan de zijkant natuurlijk vaak te kijken. En dat, die stem van hem is gewoon ongelooflijk. Ik blijf me erover verbazen wat hij allemaal gewoon kan. Hoe hij kan blijven zingen. En ik vind dat echt, ik vind hem echt fantastisch. Ja. Wat betekent muziek heel veel voor René? Wat betekent muziek voor jou? Ja, ook heel veel, maar ik benoem het nooit zo. René kan dat allemaal zo mooi brengen. Dan legt hij allemaal die linken naar... muziek linkt aan hem aan alles. En dan zat ik zat te kijken en ik dacht, goh, stel je voor, ik zou liedjes... Ik moet er een raven en daar zou ik wel op komen. Maar hij linkt gewoon alles aan betekenis. Natuurlijk ook omdat hij een beetje geschiedenisleraar is. Dus hij gaat altijd zo terug die tijd in en linkt alles aan die muziek. En dat vind ik heel mooi. Vind ik een hele mooie vondst, ja. En nu creëer je ook zo'n sfeertje, René Hoogzaak, maar jij was er natuurlijk ook zeker een aandeel aan. Een lekker huiskamergevoel, vond ik. Oh, prettig. Ja, dat is altijd. Tenminste, huiskamers zijn heel prettig, meestal. Ja, de badkamer zou iets heel anders zijn. Nee, een huiskamer is goed, dus dat is heel fijn. Af en toe wat hard voor een huiskamer misschien, maar ook dat mag. Moet kunnen, toch? Ja, ja. En dan hoor, zeg je ineens zo in de voorstelling van, ja, het wordt ineens René krijgt een andere rol. En ik denk dat het een cadeautje is. Is zeker een cadeautje. Ja, ja, goed. Ik wist het natuurlijk al een beetje. Maar we mochten het vandaag zeggen, hoorde ik. Dus ik was ontzettend blij. Want het is het is gewoon hartstikke leuk om met en een vriend samen te werken. Maar ook nog met een groot talent. Dus ik ben blij. Ja. Nou, ga je nog meer shows spelen met René? Van deze? Ja, ja. Ach, ik weet niet zo snel waar en hoe, maar ik ga er nog meer doen, inderdaad. Met meer gasten heeft hij ook, hè? Ja, ja, Lone en Vajen en volgens mij Caroline, Maaike, inderdaad. Al zijn vrouwen komen voorbij, joh. Het allemaal. Het is René, hè? Ja. Nou, het was een feestje, dankjewel. En tot de volgende keer. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, René, ik zat in de zaal en ik dacht, geschiedenisleraar, die kunnen goed vertellen. En ik heb me perfect geamuseerd. Zit het in je bloed? Ik heb geen idee. Misschien was daarom de overgang van geschiedenisleraar naar het toneel ook makkelijk. Ik voelde me fijn in mijn element vandaag. En ik voel me altijd fijn als ik met een waanzinnig bandje mag spelen. En dat je je beste vriend erbij hebt af en toe met een paar nummers op het toneel. Dus ik had het gewoon heel fijn en ik had het heel gezellig. En ik ben blij dat de zaal dat ook vond. Het voelde gewoon, de energie was gewoon fijn. Het was gezellig, de energie was gewoon goed. Wat voor mijn gevoel zat er ook? Je stond al op het toneel, maar volgens mij zat je gewoon tussen het publiek, als het ware. Dat hoop ik wel. Ik wil altijd met dit soort dingen wel proberen het idee te hebben dat er een soort, dat we met elkaar zijn. Dat er een soort, nou, huiskamer is wat te groot voor, maar dat we wel, dat het gewoon gezellig is en dat het met elkaar. Dat vind ik, kijk, je hebt heel vaak met, als je musicals doet, heb je natuurlijk die vierde wand die ervoor zit. En als je dit doet, heb je dat niet. Dus je kunt eigenlijk die musical liedjes eindelijk een keer doen, maar ook gewoon contact maken met de mensen. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dan heb jij muziek. Nu gebeurt het ook. Ik zeg het woord muziek en je ogen beginnen te glinsteren. Wat gebeurt er dan? Nou ja, ik weet het niet. Of dat nou is door wat ik mee. Maar mijn muziek zit gewoon aan alle herinneringen. Leuke dingen, vervelende dingen, mooie dingen, pijnlijke dingen zitten aan muziek. Muziek is, ik kan me geen ding zonder muziek en zonder live muziek voorstellen. Ik denk dat ik dat het meest gemist heb met de afgelopen jaren is concerten bijvoorbeeld. Ik vind dat er iets anders gebeurt. Ik bedoel, gisteren zei die was totaal anders dan vanavond. En het valt niet allemaal altijd de goede kant op. Maar dat is juist de charme van live theater en live muziek. Dat het altijd anders is. Ja, jij zegt, ik verbind dat er ook. Want dan heb ik Brigitte even over. Jij koppelt muziek vrijwel direct aan gebeurtenissen in je leven. Ja, ook om het onthouden. Maar ook om het een plek te geven. Om het... te koesteren, dan komt het ook weer terug. Ja, muziek is een soort taal daarin voor mij wel, ja. Ja. En dan vind je ook die chemie tussen jullie, op de band en jij. Ja, volgens mij geniet je elke minuut, elke seconde. Ja, maar hoe kan je niet genieten als je deze mensen om je heen hebt? Het klinkt fantastisch en we hebben geschaafd met elkaar en een Brie erbij vandaag, gisteren met Fajen. Je merkt het ook, ja... Dat is gewoon, ik bedoel, ik heb een beetje betracht, ik ga dit doen en ik zie wel wat mensen ervan vinden, maar ik dacht, ik moet het zelf leuk vinden. Dus ik kwam in de pauze ook af en zei, hoe gaat het? Ik dacht, voor mij goed, maar het is in ieder geval, als mensen het niet leuk vinden, ik heb het leuk, want dit is wat ik wilde doen. En dan hoop ik, en dan zoekt de rest het, ik onderbiedig zeg maar uit, maar zo doe ik het niet hoor, maar meer gewoon van, dit is, de hele avond is eigenlijk over nagedacht qua wat ik leuk vind om te vertellen en te doen en te spelen. Ja. En meer niet. Nee.
Nu was vanavond was Brigitte. Wie zijn er nog meer jouw gasten? Brigitte was vanavond, maar jij was er gisteren bij de try-out. Lone is er volgende week erbij in Baarn. Carolina is er bij in Purmerend. Maaike is er bij in Veghel. Dus dat zijn de vijf dames die elkaar afwisselen. Klinkt dat gek, hè, als je dat zo zegt. Maar goed, ja.